Alistair Overeem versus Jairzinho Rozenstruik, old school versus new school. Toch wel een grote carrière achter zich die Overeem heeft bij de UFC. Een gedegen vechter, ook natuurlijk een ex-top kickboxer. Hij weet van wand. Rozenstruik die toch ook al zijn punt heeft weten te drukken nu al binnen de zwaargewichtdivisie van de UFC. Die zal toch zeker echt voor de winst gaan. Wij denken dan ook wel dat Overeem moet gaan opletten op de knockout power van Rozenstruik. Veel mensen zeggen dat Overeem een glazen kaak heeft en dat hij niet veel kan hebben op zijn hoofd. Als Rozenstruik dat weet uit te nutten, dan kan er een dikke knockout in zitten. Mocht het echter zo zijn dat Overeem Rozenstruik naar de grond krijgt, kan het een heel ander spel worden. Toch denken wij dat Rozenstruik de overwinning zal pakken en wel op knockout. En wellicht ook nog wel eens in de eerste ronde. Stefan Struve versus Ben Rothwell. Dat kan ook nog wel eens een hele spannende partij worden. Natuurlijk is de boomlange skyscraper, zoals Struve genoemd wordt, in het voordeel met zijn lengte. Maar Rothwell heeft toch goede strijkerpower. Staat ook bekend als goede strijker. Het kan echt wel zo zijn dat hij Struve daarmee in de problemen gaat brengen. Wij denken dus ook dat Rothwell de partij zal gaan winnen van Struve. Wellicht ook op knockout. Maar de winst zal naar Rothwell gaan. Marat Grigorian versus Elvis Garcia. Dat kan een zeer interessante partij worden. Grigorian verdedigt wederom zijn titel. Die recentelijk natuurlijk nog wist te prolongeren tegen Tijani Bestati in Duitsland. Ook deze keer gaan wij ervan uit dat hij de titel zal behouden. Het zal wel een beslissingsstrijd worden. Of er een knockout valt, valt te bezien. Maar de winst en de titel zal bij Grigorian blijven.